Ja, voorzitter. Welke boodschap heeft collega Janssen aan wetenschap en aan metingen? Het is overigens sinds 1890 1,9 mm per jaar voor de Nederlandse kust. Maar dat het zo is, heeft natuurlijk ook te maken, en dat er nog geen versnelling te zien is in onze nationale meterreeks, heeft ook te maken met zoiets als een gravitatie-effect, waardoor de zeespiegel meetbaar bij Groenland al wel stijgt en sneller stijgt en hier nog niet. Onderkent de heer Janssen dat en heeft hij dat verwerkt in zijn betoog? De heer Janssen. Ja, het is dus zo inderdaad dat de zeespiegel mondiaal op verschillende punten op verschillende snelheden stijgt. Dat klopt. Maar desondanks is het ook mondiaal, is het gemiddeld 0,3, of ik zeg het verkeerd, is het 0,3 centimeter, moet ik zeggen. Nou, het is in elk geval 30 centimeter per eeuw. Dus dat gaat iets sneller dan in Nederland, maar het is nog steeds niet een dramatische stijging die je zou verwachten als het verhaal waar blijkt te zijn. En het is al helemaal niet in lijn met 2 meter aan het einde van de eeuw. Er zijn ook mensen, morgen hebben we een technische briefing van mevrouw Slangen, zeg ik uit mijn hoofd. Zij heeft ook in de krant gezegd dat het na 2100 wel 2 meter of misschien wel 7 meter kan gaan stijgen. En dan wordt daarbij weggelaten dat in datzelfde rapport wordt gesproken over een situatie die over duizenden jaren gaat. Het is allemaal heel erg selectief. En ja, de waarheid is gewoon dat er niet heel veel aan de hand is. Dank u wel. De heer Gimwis. Ja, voorzitter. Het is op zich niet allemaal heel selectief. Er is gewoon een nieuwe bovenkant van de mogelijke zeespiegelstijging aan het eind van deze eeuw gepresenteerd door het KNMI. En er zijn verschillende scenario's, maar uiteindelijk is het een kwestie, is het niet de vraag of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Of het nou aan het eind van deze eeuw is of van de volgende eeuw, er is gewoon zeespiegelstijging en er is wereldwijd versnelling meetbaar. En welke boodschap heeft de heer Janssen daar nou aan? Want uiteindelijk weten we dat met de huidige opwarming we al een duizenden jaren een na-el-effect zullen zien als het gaat om zeespiegel. En welke boodschap of welke les trekt de heer Janssen uit dit soort feiten? Want die lijken niet door te klinken in zijn betoog. En dan formuleer ik het volgens mij vrij eufemistisch. De heer Janssen. Ja, het woord feiten is hierin nogal betrekkelijk, want dit gaat natuurlijk allemaal om projecties en voorspellingen en waar ik natuurlijk ook al naar verwees is dat die voorspellingen continu niet uitkomen. Het hele zure regenverhaal, de bossen zouden in het jaar 2000 zijn uitgestorven en al die dingen. Nee, nou, kom op, mevrouw voorzitter. Ja, wacht. Ja, komt u anders naar de microfoon. Ik weet niet of u door de interruptie denkt. Nee, maar al die voorspellingen komen continu niet uit. Het is continu bangmakerij. Oh, nu gaat het weer. Neem bijvoorbeeld James Hansen. Die heeft in 1988 die grote speech gehouden voor het Amerikaanse congres. En in datzelfde jaar zegt hij, ja, als we nu niet drastisch ingrijpen, dan is over 20, 30 jaar de westkant van Manhattan ligt onder water. Dat is niet gebeurd. Dat is gewoon niet gebeurd. Al Gore heeft een hele film gemaakt hierover. Die is nu verboden door de Britse rechter om op scholen uit te zijn, omdat er zoveel onwaarheden in zitten. Het komt allemaal niet uit. De Noordpool zou inmiddels in 2015 in de zomer ijsvrij moeten zijn. Dat is allemaal niet gebeurd. Al die voorspellingen komen telkens niet uit. En de voorspelling waar u naar verwijst van het KNMI, die gaat over de absolute bovenkant van het absoluut onwaarschijnlijke scenario. En dat komt in de krant te staan. Dat wordt continu naar die kinderen verteld op school. Jullie wereld zal vergaan. Maar tegelijkertijd wordt het genuanceerde verhaal er niet bij verteld. En dat geldt ook voor het IPCC-rapport. Want daar valt gewoon in te lezen dat die hele hoge scenario's van zeespiegelstijging heel 1 onwaarschijnlijk zijn. En 2 zich zullen voltrekken over een periode eventueel van duizenden jaren. Dus we hebben het niet over tientallen jaren en we hebben het niet over een onderlopend Nederland. Dat is gewoon onzin. De heer Gimwis. Voorzitter, ik constateer dat de heer Janssen geen antwoord geeft op mijn vraag. Want mijn vraag ging niet over de uiterste en waar we in 2100 op moeten voorbereid zijn, maar meer van dat het gaat gebeuren. En wanneer, dat is afhankelijk van de snelheid waarin de effecten van klimaatverandering zichtbaar worden. Maar er zit nu al zoveel CO2 in de lucht dat we gewoon duizenden jaren na el effect gaan zien qua zeespiegelstijging. En daar vroeg ik op te reageren. Maar ja, daar kom ik niet zoveel verder mee. Mijn laatste vraag, voorzitter, is dan. Maar oké, de heer Janssen staat volgens mij, tenminste dat hoop ik nog een beetje, als ik kijk naar de geboortepapieren van zijn beweging, in een beetje in een conservatieve traditie. En een conservatieve traditie is het toch het eerste wat je doet, is goed zorgen voor je leefomgeving. Daarmee omgaan met liefde en vanuit een soort voorzorgsprincipe. En waar is dat gebleven in het betoog van de Forum voor Democratie en in het betoog van de heer Janssen als het gaat om klimaatbeleid en goed omgaan en goed letten op wat er gebeurt om ons heen, meetbaar in de zeespiegel, niet alleen voor de Nederlandse kust, maar ook voor Groenland. De heer Janssen.
Ja, toch nog even dan wat u net zei in het begin. Ik vind wel dat ik op in ben gegaan, maar ik zal het misschien nog verduidelijken. Dat is wat ik bedoel met als het gaat over feiten. Want de heer Grimwis presenteert het alsof het feiten zijn dat het over duizenden jaren zo zal zijn. Het zijn voorspellingen. En wat ik probeer te schetsen is dat ik niet geloof dat die voorspellingen uitkomen. Dus ik geloof ook niet dat dat per se het geval gaat zijn. Maar mocht dat het geval zijn, dat zou kunnen. Alles kan. We weten niet hoe de toekomst eruit gaat zien. Het klimaat is duizenden jaren, miljoenen, miljarden jaren aan verandering onderhevig geweest. Dat zal in de toekomst ook gaan gebeuren. En ja, daar kun je dus niet zoveel van zeggen. Dat, ja, dank u wel, meneer Jansen. Graag gedaan. A broken glass while I'm